Hallo kindjes thuis. Ik wil jullie weer graag een verhaaltje voorlezen. En deze keer gaat het verhaaltje over kleine Samuel. Ik heb hier zelf ook twee kleine meisjes rondlopen. Judith en Lisette. En met name Judith is druk aan het lopen. Maar dat geeft niks. We gaan gewoon lekker het verhaaltje lezen. Kleine Samuel. Zie je, Hanna? Ze huilt. Ze is verdrietig omdat ze geen kinderen heeft. Daarom gaat ze naar het huis van God. Ze wil God vragen om een kindje. Hanna loopt naar binnen. Ze knielt neer. Heel zacht vertelt ze alles aan God. Dat ze zo graag een kindje wil. Al was het er maar één. Wat zal ze dan gelukkig zijn. Bij de deur zit de oude priester Eli. Hij kijkt naar Hanna en schudt zijn hoofd. Wat doet die vrouw daar toch? Haar lippen bewegen, maar hij hoort niks. Boos loopt hij naar haar toe. Ga weg, zegt hij. Stuur mij niet weg, zegt Hanna. Ik heb God om een kindje gevraagd. Dan is het goed, zegt Eli. God zal je geven wat je hebt gevraagd. Huilt Hanna nu nog steeds? Nee, ze lacht. Hanna gaat gauw naar huis. Ze vertelt haar man Elkana het goede nieuws. Ze krijgen een baby. God zal haar gebed verhoren. Dat heeft de priester haar gezegd. En ja hoor, een jaar later krijgt Hanna een kindje. Het is een jongetje en ze noemt hem Samuel. Hanna houdt heel veel van Samuel en ze zorgt goed voor hem. Maar Hanna heeft God iets beloofd. Die keer toen ze om een kindje vroeg. Daarom neemt ze op een dag Samuel mee. Ze gaan naar Silo, naar het huis van God. Eli zit weer op een bankje bij de deur. Ik breng Samuel, zoals ik God beloofd had, zegt Hanna. Wilt u hem alles leren over God? Dat belooft Eli. Ieder jaar gaat Hanna naar Silo, naar het huis van God. Want daar woont Samuel nu. Hanna brengt hem een nieuw jasje. Dat doet ze elk jaar. Samuel helpt Eli goed. Hij is heel gehoorzaam en leert veel over God. Eli is blij met hem. Op een nacht schrikt Samuel wakker. Samuel, Samuel, hoort hij. Vlug loopt hij naar Eli. Hier ben ik, Eli, zegt Samuel. Maar Eli heeft niet geroepen. Samuel gaat weer slapen. Samuel, Samuel. Weer gaat Samuel naar Eli. Maar Eli heeft echt niet geroepen. Pas de derde keer snapt Eli het. God roept jou. Mama. Samuel zit rechtop in bed. Hij kan niet meer slapen. Is het waar wat Eli zegt? Heeft God hem echt geroepen? Ja, daar hoort hij het weer. Samuel, Samuel. Samuel gaat op zijn knieën zitten. Ja, heren, ik luister. God praat de hele nacht met Samuel. En vanaf die nacht doet Samuel wat God zegt. En dat was het verhaaltje over Samuel. Ik ben een kind van God. Een kind van de Heere God. Heel gewoon, zoals ik ben, ben ik een kind van God. Als ik lach, maak ik God blij. Als ik huil, dan troost hij mij. Voel ik mij goed of juist heel rot, ik blijf een kind van God. Heel gewoon, zoals ik ben, ben ik een kind van de Heere God. Heel gewoon, zoals ik ben ik een kind van God. Als ik lach, als ik huil, dan troost hij mij. Voel ik mij goed op.
Ik blijf een kind van God. Heel gewoon, zoals ik ben, ben ik een kind van de Heere God. Heel gewoon, zoals ik ben, ben ik een kind van God. Een kind van God. Ben ik een kind van God.